Een hele goede morgen, TV4-fans. Voor we van start gaan met de nieuwe reeks voor 2019, met onze nieuwe video's, wil ik jullie allereerst een spetterend 2019 wensen. Vol gezondheid, geluk, liefde en vooral veel rijgenot met jullie TV4's of andere voertuigen. Wat gaan we doen dit jaar? Zoals ik in de vorige video's al verteld had, we gaan nog heel veel in 2019 aan filmpjes maken. We gaan de bumpers nog vervangen, we gaan het interieur nog helemaal opknappen, verder opknappen. We gaan het dashboard nog helemaal updaten. We gaan het interieur aan de achterkant van de laadbak helemaal vernieuwen. We gaan de panelen vernieuwen, we gaan de vloer vernieuwen, we gaan de plafond vernieuwen. LED-verlichting aanbrengen, nieuwe bumpers, noem maar op. Kortom, veel te veel om op te noemen. We gaan het allemaal zien in de nieuwe video's voor 2019. En we gaan zo meteen van start gaan met onze eerste video voor 2019. En deze video zal voornamelijk gaan over de update van het dashboard. We gaan schakelaars bijplaatsen. We gaan een USB-aansluiting bijplaatsen om de gsm op te laden. Die dan eventueel kan gebruikt worden als gps. We gaan een aantal stroomvoorzieningen voorzien. Om later nog een paar dingen op aan te sluiten. Zeker mogen we ook niet vergeten om het dashboard te voorzien voor een schakelaar voor het scherm van de achteruitrijcamera. Het plaatsen van de achteruitrijcamera gaat een van de volgende video's zijn. Maar we gaan eerst het dashboard updaten zodat we de stroomvoorziening kunnen voorzien voor het scherm en de achteruitrijcamera. Het eerste pakketje voor 2019 is toegekomen met wat onderdelen. En ik ben benieuwd of het allemaal zal werken. En dat ziet er onze schakelaars uit, die we in het dashboard gaan plaatsen. Ik heb gegokt voor de twee soorten, de ronde en de rechthoekige. We gaan natuurlijk eerst zien welke het beste past. De ronde zijn voorzien van een blauwe led, wat bij het interieur gaat. En de rechthoekige zijn voorzien van geen led. Dus we gaan zien welke het mooiste zal uitkomen. Dat moeten we eerst even gaan bekijken in het dashboard zelf. Ik zie jullie zo meteen terug in onze T4. We zitten in de T4 en het is heel prachtig weer buiten. En we gaan beginnen met het uitbouwen van onze blindplaten. En ook nog even uitzoeken wat dit is. Deze is verbonden met een zwarte kabel die nu nog ergens naartoe loopt waar we nog niet weten. Dat gaan we eerst uitzoeken, want dit zal ook moeten verwijderd worden. God mag weten wat dit is. Een zwarte kabel die helemaal tot aan de zekeringkast loopt, maar niet aangesloten is. Dus die gaan we sowieso verwijderen, want het dient eigenlijk voor niks. De schakelaar voor de achteruitverwarming, die gaan we van deze plaats naar deze plaats verhuizen, omdat hij zo'n beetje ongelukkig in het midden staat. Dus we gaan de schakelaars soort bij soort zetten. Dus deze gaat origineel blijven hierin. En hier komen de drie andere nieuwe schakelaars. Deze is al verhuisd en hij doet het nog. De USB-aansluiting die we aangepast hebben, die dient eigenlijk om in de sigarettenaansteker te plaatsen. Maar hier zit constant stroom op en dat zou de batterij leeg trekken, want er zit een blauw ledje in. Dat zal constant branden, dus dat gaan we niet doen. Die gaan we hier plaatsen, in een afdekplaatje, gat boren. En hierlangs komt dan de schakelaar te staan
voor de voeding van de USB-aansluiting. Het bestaande gat dat al bestond in de afdekplaat van het onbekende apparaatje gaan we even groter maken en dan kunnen we onze USB-aansluiting hier netjes in plaatsen. Wat we eigenlijk nu moeten doen is gewoon hier de achterkant van de USB-aansluiting afzagen of openmaken. De contactpuntjes vinden van de plus en de min. En hier een draadje aansolderen die zo naar de schakelaar gaat. En de USB-aansluiting is netjes gemonteerd. Kabels komen hieruit, want hier komt dan de schakelaar op. En we gaan de stroomtoevoer van de zekeringkast ook reeds voorzien. Dus die gaat er ook in. We zullen wel zien waar hij van onder uitkomt. En daar takken we dan af om alle verdere schakelaars op aan te sluiten. Zo, de kabel die is getrokken. En die kunnen we straks hier, als alles hierboven aangesloten is aan het dashboard, kunnen we deze ook voorzien van een zekering in de zekeringkast op een of andere reservezekering. En dan kunnen we hier stroom aftakken. De schakelaar die is voorzien van een LED-verlichting en dat betekent dat we aan de achterzijde drie aansluitingen vinden. Eentje voor de 12 volt in, 12 volt uit en nog eentje voor de voeding van de massa voor het lampje te doen branden. Dus de massa die gaan we nu met de zwarte kabel hier verlengen en we laten die naar elke schakelaar lopen, zodoende dat in alle schakelaars de LED-verlichting netjes gaat branden. Voilà, ziezo, onze kabelboom is helemaal klaar. Driemaal positief en driemaal negatief, driemaal massa om aan de schakelaar aan te sluiten om het LED-lampje doen te branden. En van hieruit gaan we dan verder vanaf de schakelaar naar het betreffende toestel. De drie massakabels hebben we door de gaten gestoken die later aangesloten worden op de schakelaars. En hier hebben we ook dan nog de verbinding waar we zo meteen de krimpkas gaan overtrekken en dat is de massa van de USB-aansluiting.
De plus van de USB-aansluiting die komt zometeen op de eerste schakelaar, dus dan kunnen we deze altijd afzetten wanneer we willen. En de eerste schakelaar die hebben we net zoals bij de USB-aansluiting in een gat voorzien in de bestaande blankplaat. We gaan deze zo meteen aansluiten, testen en hopen dat alles werkt. De kabels zijn netjes weggewerkt en we hebben de pluspolen voorzien van een krimpkous, zodoende mocht deze toch lossen tijdens het rijden, tijdens het trillen, dat deze toch geen kortsluiting kan geven. We gaan de schakelaar netjes inbouwen. En bij deze zou dit dus moeten werken. En deze werkt al. Nummer 1, de USB-aansluiting in het dashboard. Die is voorzien van stroom. De schakelaar geeft netjes door aan het USB-apparaat. Dus we kunnen de gsm al opladen. En we gaan verder naar de volgende aansluitingen. Het scherm van de achteruitrijcamera die heeft ondertussen ook zijn plaatsje gekregen. We gaan deze hier netjes in het gat monteren waar de assenbak gestaan heeft. Past er perfect in, geen aanpassingen, ongelooflijk. We hebben dus ook de stroomvoorziening, dus de kabels van de video en de stroom die gaan we ook later aansluiten, maar we hebben hier eerst de kabel moeten doorhalen van de onderkant van de asbakruimte naar de bovenkant waar de schakelaars zich bevinden. Het scherm krijgt ook een schakelaar, dus van het moment dat de achteruitrijlichten ingeschakeld worden, gaat de camera in werking. En op het moment dat ik hier een schakelaar opdruk, gaat ook het scherm in werking komen. De massakabel van de display, die gaat hierbij aan de massakabels geprikt worden die naar de schakelaars lopen. En dat doen we met dit. Heel simpel. De bedrading gaat hierin. Het ijzeren plaatje wordt met een tang dichtgenepen en de draden maken contact met elkaar, waardoor deze nog eens kan afgesloten worden om geen kortsluitingen te veroorzaken. En de minkabel, de massakabel van de display is aangesloten. Dus we kunnen nu enkel nog hier een stekker opsteken en deze gaat dan hier naar de achterkant van de schakelaar, waardoor de display kan aangeschakeld worden. En we hebben nu even de achteruitrijcamera aangesloten op de 12 volt van het dashboard. Maar die moet normaal gezien aangesloten worden op de aansluiting op de achteruitrijlichten. Dus we zetten dus onze achteruitrijlichten in. En dan zien we dat onze camera al redelijk wat licht geeft. Dus deze zou moeten werken. Dus van het moment dat we nu het display inschakelen, zouden we beeld moeten hebben. En deze werkt dus perfect. Zo TV-fans, de overige twee schakelaars hebben we ook netjes ingebouwd op dezelfde manier. De eerste schakelaar zal nu dienen om het USB-apparaat aan te sluiten. De tweede schakelaar zal dienen om het display aan te sluiten van de achteruitrijcamera. En de derde, daar gaan we nog een stroomkabel op aansluiten die we eventueel nog kunnen gebruiken om andere toestellen of interieurverlichting op aan te sluiten. Dashboard is netjes opgekuist. Alles zit netjes op zijn plaats. Kabels zijn allemaal verzegeld onder het dashboard. Zekeringenkast is aangesloten op de nieuwe kabelboom. Dus we kunnen verder gaan met onze volgende video. In onze volgende video gaan we zeker de achteruitrijcamera aansluiten, het scherm plaatsen, de camera achteraan en de verbinding leggen tussen de display en de camera zelf. Ik zie jullie graag terug in de volgende video. Vergeet vooral niet te abonneren en op het belletje te drukken zodat je op de hoogte gehouden wordt van de volgende video's. Tot dan!